Kunnen we de militaire politie weer opsporingsbevoegdheden geven ter ondersteuning van de KPS in het kader van criminaliteitsbestrijding? NP-bevoegdheid. De vorige wilde niet, maar de huidige justitieminister heeft het al in concept. We zijn on speaking terms en het gebeurt zo meteen. Het betreft een andere wijze om toch het Nationaal Leger in te kunnen zetten. En daarmee alleen kunnen wij succes hebben met de bestrijding van de criminaliteit. De regering heeft niet voldoende middelen om een extra korps politie op te zetten. Wij hebben een Nationaal Leger en de mensen functioneren op hun wijze en ze zijn nog in staat om beter en meer ingezet te worden voor land en volk. En daarvan gaan wij gebruik maken. En ook geen enkel PG gaat mij daartegen kunnen houden. Want in de kringen zat hij ook zijn verhaal te vertellen. Ik moet me afvragen als dat als staatsdingen, zaken van het land en van het ministerie, in een kring kan worden, kan je daar zitten alsof je voor het tribunaal zit en allerlei verhalen daar vertellen. Maar PG, naar mij weten, heeft de militaire politie opsporingsbevoegdheid. En dan nog is er in midden jaren 90, moet er ook een regeling zijn gekomen waarin die algehele opsporingsbevoegdheid is teruggegaan. Prima maar dat je het zegt, want ja, ik probeer het te onderzoeken. Nee, er is een daad waardoor de militaire politie bevoegd is, strafordelijke bevoegdheden te hanteren waarin het gaat om militairen die een strafbaar feit plegen. In de discussie, althans het onderwerp in hoeverre dat moet worden verruimd naar een algehele opsporingsbevoegdheid, daar denk ik dat ik een gelegenheid krijg om met de medebewindspersoon daarover te kunnen praten. Ik ga ervan uit dat men wil luisteren om een eventueel... Moet ik een geitendief ook hier komen beantwoorden? Iedereen was een beetje gewaarschuwd voor die minister, maar en wij dachten goed, hij maakt ook een grap van ik zal mijn lontje een beetje nat houden. Maar ja, we zien toch wel dat hij een beetje behoorlijk is uitgegleden. En dat hij het erg gemunt heeft op natuurlijk een aantal mensen in het parlement en... Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen zonder beticht te worden dat ik een partijpolitiek doe. Maar het is toch die VHP die steeds weer overboord komt bij hem. En het zijn historisch geworden frustraties volgens mij van hem. Jij weet het al lang, maar een lid aan de president minister. Die daarop een beslissing moet nemen, jouw koe. Okay. Je bent erger dan een koe. Dus de vraag is, hoe gaat het verder met deze minister? Want ja... Je moet toch wel denken, er moet een beetje steun krijgen, dat hij een beetje toch zorgt dat hij tegen kritiek moet kunnen. Je bent minister, dus je bent natuurlijk de hele dag pissen ze en plassen ze tegen je aan, ook vanuit de publieke kant. En je moet tegen die dingen kunnen. En ik denk dat deze een beetje coaching op zijn plaats zou kunnen zijn, want anders gaat het echt fout gaan met zijn portefeuille. Cor? Het is een traject wat Suriname op dit moment aflegt. Ik heb in eerder verband gezegd, de heer Boutersen heeft steeds minder opties om mensen te benoemen. En bij de benoeming van Eugène van der Zand heeft hij zelf gezegd van ja, hij ziet wat beperkingen. Ik geloof niet, zoals Henry dat zegt hoor, dat ministers gecoacht moeten worden. Ministers moeten berekend zijn voor hun taak als ze daar gaan zitten. En degene die daarvoor verantwoordelijk is, is degene die ze benoemt en ontslaat. Degene die dat hebben over het integriteitsvraagstuk in dit land. Ik voel mij daarbij niet aangesproken. Dus aan mij dat verhaal van integriteitsvraagstuk moet men mij niet daarover zaken komen uitleggen. Want aan mijn integriteit komt niemand... Ori, niet en nog korpie God. En ik zeg dit omdat de omstandigheden binnen het scenario maken dat ik nu verplicht ben even een zijstraatje in te slaan. Want ook in de kringen werd het scenario voortgezet door de VHP'er Ori. Korpie God was ook minister. Laat hij het volk vertellen waarom hij moest bedanken als minister van Onderwijs. Dat moet hij doen. Allerlei mooie verhalen vertellen in de kringen
waar geen tegenspraak bestaat, is gemakkelijk. Ik stond erbij toen hij het bestuur van de Bond van Leraren op zijn knieën vroeg om steun, zodat hij niet als minister kon worden bedankt. President Finichan leeft nog. Gaat u natrekken bij Finichan? Uit respect voor Arman ga ik echt niet in detail deze minister bespreken. Omdat ik in mijn leven Arman heb ervaren als degelijk, weldoordacht, handelend. En dan moet hij helaas geassocieerd worden met Eugène. En eigenlijk zou ik hem bijna moeten citeren om te zeggen, niemand heeft de heer Eugène van der Sand gevraagd waarmee hij zijn lont heeft nat gemaakt. Maar ik verzoek je, Cor, om mij niet te bespreken, want terwijl je aangeeft dat je uit respect van mij, voor mij, mij niet gaat, mijn broer niet gaat bespreken, ben je bezig mij te bespreken in verband met mijn broer. Maar afhang, ik denk dat je klaar bent. En mij vergelijken met mijn broer, daar in de kringen, ik zal niet zeggen wat ik daarvan vind. Maar die broer van me, die om politieke redenen niet durft mijn naam te zuiveren, terwijl hij bijzit wanneer men mijn naam door het slijk wordt gehaald, ik vraag mezelf soms af of ik nog een broer heb. Ik bedoel het niet in biologische zin. Zij die mij verstaan, begrijpen mij. Ik wil er niet verder hierop ingaan, maar stel je, als je weet dat je in een college komt waarover je... waarvan je een hele tijd de gelegenheid hebt gehad om te observeren hoe dat ding functioneert. En je komt daar met een agitator als meneer Juggy. Dan denk ik dat met jouw leeftijd, ervaring en kennis het geen probleem zou moeten zijn. Wat dat betreft begrijp ik een punt niet. Dat moet geen probleem zijn. Want Juggy kennen we hebben die man mee. Ik maak die man mee. Dat hij vindt dat ik rekening met Juggy zou moeten houden om reden van onze Surinaamse gebruiken is de grootste kolder. Wat ik moet doen, in de Nationale Assemblée ben ik verplicht mij te houden aan de wetten van het land, inbegrepen het reglement van orde van de DNA. Voor het overige, het bestuurlijke betreffende, ben ik verantwoording verschuldigd aan de president en hoef geen rekening te houden met de grillen van een of andere dwaas.